Ik ben Ted van Essen, ik ben huisarts hier in deze mooie praktijk. En daarnaast doe ik nog wat bestuurlijke dingen en één keer in de week ben ik op televisie voor Tijd voor Max als de tv-dokter Ted. Dokter Ted, goedemorgen. Goedemorgen. Mijn wens voor de wetenschap is dat er meer onderzoek wordt gedaan voor alledaagse ziekten. Die hebben de grootste impact op het geluk van de mensen. Nou, onlangs was een mevrouw op televisie die wat zei over de pil. En die zei dat je van de pil veel minder zin in seks krijgt. En waar berust dat op haar persoonlijke ervaring? Het blijkt zo te zijn dat er geen enkel wetenschappelijk onderzoek is dat dat bevestigt. Maar er zijn meer voorbeelden hoor. En we roepen altijd tegen mensen dat het heel goed is om in beweging te gaan tegen depressie. Dat ze dan sneller uit een depressie komen. Daar is eigenlijk geen evidence voor en je zou dat beter kunnen onderzoeken. We doen vaak heel ingewikkeld onderzoek over hele kleine niches in de gezondheidszorg. Maar ik merk in mijn verhaal op televisie dat de meeste mensen geïnteresseerd zijn in de gewone dagelijkse kwalen en hoe ze daar zo snel mogelijk van af kunnen komen. Het is niet interessant om uit te zoeken of die pil nou wat minder zin in seks geeft, want het is veel interessanter om een pil op de markt te brengen die meer zin in seks geeft. Het is veel interessanter om antidepressiva te verkopen dan om te weten dat inspanning misschien hetzelfde werkt. En het lijkt altijd wel dat we daar wel alles van af weten, maar als je goed kijkt, dan blijken er toch heel veel lacunes in onze kennis te zijn. En die zou je goed kunnen onderzoeken om ook echt een wetenschappelijk antwoord te kunnen geven op de vragen van mensen. Er is nagegaan dat bij de meer dan 100 richtlijnen die huisartsen hebben gemaakt, dat je daar zo meer dan 500 kennislacunes uit kan destilleren. Die zijn ook allemaal verwoord, die staan op een rijtje. En als je dus echt wil zoeken van wat wil ik nou eens precies weten, dan kun je gewoon naar die kennisbank gaan en al die lacunes gewoon langslopen. En dan kun je op grond daarvan eigenlijk een fantastisch wetenschapsagenda bouwen. Ik ben Ted van Essen, huisarts. En ik ga graag met u de discussie aan over de wetenschapsagenda.